Ellemieke Vermolen, het is een naam die bij veel mensen wel een belletje doet rinkelen, maar wat ze nou eigenlijk doet, dat weet niemand. Ze was voor het laatst in het nieuws toen er een boom op haar auto was gevallen terwijl ze achter het stuur zat. Hoe dat is afgelopen? Nou, ze is momenteel te zien in Expeditie Robinson, dus alles doet het gelukkig nog. Terug naar wat ze precies doet in het dagelijks leven, nou, als we haar socials mogen geloven niet veel. Ellemieke plaatst op TikTok, ze heeft nog geen 12.000 volgers, verhoudingsgewijs vrij weinig, allemaal filmpjes over groene sapjes, matcha thee en recepten. Heeft ze dan toch nog ergens talent voor of speelt er iets anders? Nou, dat laatste, stelt TikTok-kok Guilaine Voogd. Zij plaatste de laatste receptvideo over haar favoriete snack, crackers met huttekaas en knapperige chiliolie, en wat denk je? Drie dagen later had Ellemieke plotseling precies dezelfde favoriete snack. Ze plaatste er een vrijwel identiek filmpje over, bizar. Dit zou zelfs Sonja Bakker te ver vinden gaan. Heel veel mensen hadden dit malle gedrag van Ellemieke direct door. Zo zegt ene Annabel onder die video: Vind je video's heel leuk hoor. Maar zie steeds vaker compleet gekopieerde video's voorbij komen, waarbij je geen credits geeft aan de creator. Lief als je dit wel zou doen. Gevouwen handen, getinte huidskleur. Dan komt Ellemieke met een ontkenning, als ik iets kopieer, dan doe ik dat altijd zoals bij de komkommersalade. Helaas is het wiel al uitgevonden. Deze snack eet ik al jaren. Veel mensen taggen Guilaine, die beter bekend is als Veggiline, onder de video. Is dit een grap? Bijna woord voor woord Guilaine nagepraat, lachen met angst zweet, zegt ene anise. Gilaine zelf probeert Elemieke vervolgens een way out te bieden door een sympathieke reactie onder de video te plaatsen, OMG Twin Fonkelend Hart. Maar daar reageert Elemieke een beetje snouwerig op, Ja OMG, ik zie het nu bij jou. Mijn crackers en chiliolie zijn wel lekkerder. Omgekeerd gezicht. Nu is die Gilaine het echt zat. Ze wijt een TikTok-post aan de kopiërende Elemieke. Een van de leukste dingen vind ik wanneer mensen mijn tips opvolgen, mijn snacks halen, er een eigen draai aan geven. Maar wanneer mensen mij echt tot de punt en de komma nadoen of imiteren, dan denk ik aan de ongeschreven regel die geldt: geef credits. Geef gewoon credits voor de persoon waarbij je dat idee hebt gezien, want dan is het ook oké. Okay. Ik heb bijvoorbeeld net een kookboek geschreven en daarin staan misschien wel vier of vijf recepten die geïnspireerd zijn op recepten van anderen en dat zet ik erbij, maar wanneer je dat niet doet, komt het heel dicht in de buurt van plagiaat. Het is toch een beetje raar. Toch? Nou, dat vinden Ellemieke's oud-collega's van shownieuws helemaal niet. Storybaas Guido den Aantrekker, met alle respect, dit is een recept dat bestaat uit drie onderdelen die heel algemeen zijn. Bram Moskovic, laat Ellemieke nou gewoon met rust. Bart Ettenkoven, jij hebt gewoon een zwak voor Ellemieke. Bram, nou, hallo, ik heb geen zwak voor Ellemieke, maar ik mag haar graag. Bart, ik ben het wel met Guilaine eens, het lijkt wel heel erg. Het is wel heel erg toevallig dat je drie dagen later precies hetzelfde recept doet.